Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vroeg, het is 7:30. We zijn om 7:00 opgestaan. Wat redelijk hard was met die jetlag. Want ik ben pas tegen 5:00 in slaap gevallen. Dus ik heb 2 uurtjes geslapen. Maar oké, we slaan ons er wel door. Vandaag ga ik mee met Sam naar het werk. Want ik ga mee filmen voor de Bruno Food Corner. Wat zijn dat? Reclamespotjes. Spotjes gewoon eigenlijk. Wat ze op hun Facebook kanalen en hun social media kanalen en zo gaan gebruiken. Daar ga ik in acteren. Ik ga gewoon klant spelen, denk ik. En Sam ook. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik denk dat dat tot de middag of zo gaat duren. En daarna ga ik nog naar kantoor. En ga ik daar verder werken. Hekkes! Het is ondertussen al 6:00. Ik ben net terug van kantoor en ik wil nu gaan sporten. En ook nog snel naar de winkel geweest. Ik heb deze morgen niks gefilmd bij de Bruno's. Maar het was ook wel heel snel gedaan. Oh jee. Even weer aan het niezen. Het was best snel gedaan. Ik was denk ik na een uurtje al klaar. En dan ben ik naar kantoor gegaan. Ik heb trouwens de hele tijd het gevoel dat ik hier iets heb. En ik weet niet wat. En dan ben ik dus naar kantoor gegaan. Dan heb ik de hele tijd op kantoor gewerkt. Tot nu. Dan ben ik nog snel naar de winkel geweest. Nu heb ik mijn fitnesskleren aan. Mijn nieuwe Nike top. Mijn nieuwe sport-BH van Calvin Klein. En mijn nieuwe Nike legging. En nu ga ik fitnessen. Sam gaat later thuis zijn vandaag, want die had nog een afspraak met een klant. Ik ben terug thuis van de fitness en het is nog altijd kei mooi weer en kei zonnig. Het blijft echt zonnig. Dus ik dacht, ik ga het terras kuisen. Ik ga een beetje hier de stoelen en tafeltjes en zo kuisen. En ja, de muren moeten ook afgespoten worden, maar ja, dat kan ik nu niet doen. En voor degene die dat niet weet, ik denk dat niemand dat weet. Ik denk niet dat we dat alles hebben gezegd. Maar Sheldon die mag buiten. Sheldon is de enige van de 3 die buiten mag. En hij staat hier al. Kom maar. Kom. Kom maar. Kom. Maar Sheldon loopt niet weg. En Sheldon springt. Allee, die gaat wel zo liggen op een bankje of zo. Maar die gaat niet over de muur. Dus Sjelleke mag buiten. Hè, Sjelleke? Is leuk, hè? Dat is de eerste keer dit jaar, hè? En nog garmen, deze twee mogen niet buiten. Dat is wel zielig, maar Muffin die springt overal op en dan gaat hij over de muur. En Milky ook. Dus, en we willen niet dat die weggaan van hun terrein. Want ik wil ze niet kwijt. En daarom blijven die binnen. Maar die missen dat niet, die wenen daar ook nooit voor of zo. Het terras is gekuist. Ik was nu nog even in de zon aan het liggen. En kijk dit, super schattig. Kijk hoe cute. Die zijn samen in een mandje gekropen. Hey, schatties. En Sjelleke gaat weer naar buiten. Hey, schatties. Oh, schattig. Ik heb Milky ook nog eens buiten gelaten. Hij doet het wel goed. Hij is rustig, springt nergens op. Alleen Muffin, daar. Die vertrouw ik echt niet buiten, want die gaat sowieso weglopen, denk ik. Sjelleke, wil je naar binnen? Ja? Ga maar. Milky ook? Nee? Milky nog niet? Milky is wel zo heel voorzichtig. Alles zo af en overal ruiken. Mijn stoelen staan daar ook trouwens. Maar de tafel komt normaal deze week naar hier. En ik heb het terras gekuist hier. Dit is gekuist en dan zie je waar het vuil is. Je ziet echt de rand. Maar ik ga echt zo'n hoge drukreiniger moeten hebben om dat te doen. Want ik krijg dat zo echt niet proper.
curtains, cause all we need is candlelight, you and me. And the... Het is 11:30 en wij zijn klaar om te gaan slapen. Samen nog gaan fitnessen. En we hebben de seizoensfinale van Gent West gekeken. Man. Ik kan niet wachten op nieuwe seizoenen. Ja, niet dat dat weer een jaar gaat duren. Ja, dat gaat een jaar duren. Hallo. Dat is zo typisch Vlaams. Stel je, hè. Hallo. Maar bij Game of Thrones duurt dat ook wel 2 jaar voor het nieuwe seizoen. Just saying. Maar jij volgt Game of Thrones niet. Nope. So I don't care. Ja, jij weet niet wat je mist. Nee, ik weet niet wat ik mis. Nee. Gat in uw cultuur. Ja, dat is waar. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. En wij zien jullie morgen.